Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Niels die is Jordi wegbrengen. Boven is die man alweer bezig met de dakkapel. Dus dat komt ook af. Deze kleine vent, die ligt lekker in het dol. Zijn ding te doen. Hè? Ja, lekker bij je knuffelt, hè? Die heb je wel gemist van het weekend, hè, schat? Ja. 5 dagen. En hier ligt er eentje te slapen. En de andere is naar school. Dus, lekker rustig. Ik ga heel eventjes boven opruimen, want het is boven één grote puinbende. Ik heb gezorgd dat hier beneden eigenlijk gewoon kinderklaar is. Dus ja, ik ga gewoon boven aan de gang. En dan tussendoor weer naar beneden. De kleine is weer wakker. Die is net naar bed geweest. Zijn even lekker wat drinken. We doen het tegenwoordig zo. Lekker, lekker. Eventjes mijn handen vrij. Niels die is nu eventjes Jordi ophalen. En deze kleine vent is in bad geweest. Tenminste, ik heb gedoucht met hem. Want, ja. Ik had hem zijn fles gegeven en hij laat een boer en een kids mij gewoon onder. Dus ik zeg tegen Niels, hij moet toch de douche in. Want, ja, het is weer tijd daarvoor. Dus laten we dat nu maar gelijk doen dan. Dus hebben we dat even gedaan. Waarom drink je jouw flesje niet op? Niet drinken. Lekker drinken. Wil lekker liggen. Schatje. Ik ga eventjes met hem zorgen dat hij weer de fles drinkt. Jordi is weer thuis. Yay. Ik ga hem zo even cookie geven. Eerst even Joef in de bench zetten. Joef, kom. In de bench. Joef. Bench. Laat ze er netjes in zitten. En aangezien ze nou weer goed luistert, dan krijgt ze een lekker cookie. Moet je deze wel uitdoen, hè? Alsjeblieft, een cookie. Maar lekker cookie happen. Maar lekker happen. Jordi? Jordi, wil je koekje? Ja, je hebt altijd al koekje, hè? Wat ben je aan het schreeuwen? Ben je allemaal aan het schreeuwen? Met jouw knuffeltje. En jouw tutje. En ik ga vast aan het eten beginnen. Mijn ouders zijn nu onderweg hierheen. En die eten ook mee. Dus ja, mijn ouders die komen de kruiwagen brengen. Die mogen we lenen. Dus ja, dat dus. Wij eten vandaag dus risotto, dus ik moet nou alles in principe dubbel doen. We eten van deze pak. Maar ik doe sowieso altijd meer groente erin dan dat nodig is. Maar ja, wat er bij mij dus ingaat is wat er eigenlijk op staat, champignons en courgette. Dat gaat erin. Maar wat er bij mij ook altijd ingaat zijn ertjes. Maakt het extra lekker. En ik doe er altijd kaas in. Maakt niet zoveel uit wat voor kaas als maar kaas is. Dus ja, ik ga eventjes koken en zorgen dat het klaar is. Vandaag is zo'n dag. Ik wil steeds uploaden en steeds komt er weer iets tussen dat ik het vergeet. Ik heb nu de laptop aangezet en ik ga nu uploaden. De boel is weer aan kant. Oh. Niels heeft straks een vriend hier gehad die loodgieter is. Die heeft deze verwarming aangesloten. Dus dat is ook alweer geregeld. Maar ja, dan maken ze toch weer puinzooi. En ja, wie kan er weer opruimen? Dus, maar dat is allemaal nou weer aan kant. De kindjes liggen te slapen. Sam die heeft net ook zijn laatste fles gehad. Ik heb alles al klaargezet voor de kindjes. En ik ga eventjes het water nog weggooien en dan ga ik naar bed.
Niels heeft douchen. Ik heb straks met Liam al gedoucht. Nee, ik heb straks met Sam gedoucht. Oh, al die namen. Pff. Ik verklaarde mijn moeder en mijn oma altijd voor gek dat ze altijd alle namen gebruikten. Maar ik doe het zelf ook. Maar goed, ik heb straks met Sammy gedoucht. Dus ik hoef nu niet te douchen. Ik doe even tanden poetsen en even mezelf opfrissen. En dan ga ik lekker mijn bedje in. Tot de volgende slide. Dan is het alweer dinsdag. Een hele goede morgen. Vanochtend was Sam al heel vroeg wakker. Niels heeft hem de fles gegeven. En hij ligt nog steeds te pitten. Onze slaapje. En Jordi en Liam zitten te spelen in de box. Of ja, liggen, zitten, wat ze ook doen. En ik moet om 9:15 naar de... Oh god, hoe heet dat nou? Consultatiebureau, dat is hem. En daar moet ik dan heen voor controle voor Liam en voor Sam. Dus we gaan eens even kijken of dat ze goed zijn aangekomen. En goed groeien. Vanochtend had Liam, die stond ineens een paar seconden zonder handen, iets vast. Daar zie je hier een foto van. En Niels die zei van, ik kon echt gewoon op mijn gemakje een foto maken. Dus hij heeft echt langer dan 20 seconden gestaan hoor, zegt hij. Dus ja, hij kan het wel. Als hij maar wil. Maar ik ga eventjes... Ik ben zo moe nog. Maar ja, hè, dat is gewoon zo. Ik ga eventjes de spullen klaarmaken voor mee te nemen naar het consultatiebureau. Reservekleedjes. Hydrofiel luiers om ze op om te kleden. Dat soort dingen allemaal. En dan is waarschijnlijk tijd dat Sam weer eten wil. En kleedjes klaarleggen. Dus moet ik omkleden. Dus ja, die dingen moeten allemaal gebeuren. Ik ben met Sam en Liam ben ik naar het consultatiebureau geweest. Ja, jij was bij papa thuis, hè? Alsjeblieft. En Liam heeft prikjes gehad. En hij heeft het supergoed gedaan. Hij was boos op die mevrouw. Meen je nog een wasje? We zijn nu knapwasjes met brood aan het eten. Mag niet, officieel, maar heb je schijt aan. Ze vroegen mij, wat eet je allemaal? Ja, eet croissantjes. En, ja, maar dat wil ik niet horen. Ik zei, ja, wat denk je nou zelf? Ik zeg, vind jij het lekker om iedere dag bruin brood te eten met pindakaas en smeerkaas? Ik zeg, die kinderen vinden dat ook lekker om een keer iets anders te eten. Dus ja, dat dus. Maar ja... Ze zijn nu dus lekker knakworstjes met brood aan het eten en met mayonaise. Lekker! Hap! Jordi hoeft niet te drinken, schatje. Dat is helemaal van jou. Wil je nog worstje? Alsjeblieft. Dus dat ben ik nou aan het geven. En Liam die is nu 81,5 centimeter en 10 kilo en 500 gram. Dus dat doet hij heel goed. En Sam is 55 centimeter en 5 kilo en 35 gram. Dus die is ook lekker goed aan het groeien en alles. Liam die moest van de flessen af. Maar ik heb ook gezegd, zeg, luister, ik zeg, als hij daar nog niet aan toe is, ik zeg, dan gaat hij er nog niet vanaf klaar. Ja, maar dat is voor de spraak beter. Ik zeg, ja, ik zeg, maar hij zegt gewoon papa, mama. En nee, 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 nee. Ik zeg, dus ik vind dat prima. Lekker happen, hè? Liam ook nog happen? Lekker happy? Lekker happy? Hap! Goed zo! Lekker happen! En hij was heel boos op die mevrouw die de spuit had gezet. En ik herken dat wel van mezelf. Vroeger als kind, als ik boos was. En de dokter of wie dan ook, die had mij iets aangedaan, moest ik ook niks meer van die persoon weten. Toen was ik een keer bij de KNO-arts en dan moest ik mijn oor uit laten spuiten.
En toen wou ze me een jojo geven. En toen zei ik eigenlijk gewoon letterlijk en figuurlijk, ik hoef die tamme jojo niet. Dus ja, hij is hetzelfde. Jordi is iets minder haatdragend wat dat betreft. Als dat ik ben. Maar goed, ik ga even ze verder eten geven en lekker verwennen. En eventjes Liam ook vandaag in de gaten houden. Nou ja, na 5 dagen zouden ze nog koorts kunnen krijgen, zei ze. Want het is de BMR spuit. Dus ja. Wil je nog happen? Wil je happen? Goed zo, lekker happen hè. Ze mogen van mij alle worstjes opeten. Jee, yeah, Jordi, lekker hè? Ja! Yeah! Sammy heeft straks bij mij gelegen. Die had enorme last van buikkrampjes en dat eten omhoog kwam. Hij heeft een soort van reflux-achtig iets. Jordi, die is al wakker. Ik ga heel eventjes kijken hoe het met Liam is, want die is nog niet wakker. En die ligt toch al even te slapen. Hey, Liam. Hi. Was je zo lekker nog aan het slapen? Hi. Ben je nou wakker? Oh, manneke toch. Op buts. Heb je hoofd nou gestoten? Ja. Heb je haar hoofd gestoten? En dan een kusje opgeven. Hi. Hallo. Heb je lekker geslapen? Hey. Je bent helemaal nat van het zweet, man. Je hebt zelf al gezweet. Zullen we Bomba ook meenemen? Wil je Bomba ook? Ja? Oké. Okay. Er zijn toch zijn 2 vriendjes, het konijntje en Bomba. Hè? Altijd als je 's morgens wakker wordt, hè? Gaat goed? Ja? Leef je nog? Kom, gaan we drinken. Niels die heeft vandaag cursus, dus die, die eet niet mee. En ik heb geen zin om voor 3 personen te koken, of ja, maar voor 1 persoon, want ik eet niet zoveel. Kinderen eten eigenlijk voor ongeveer 1 persoon maar. Dus we hebben vandaag een brooddag. Maar niet zomaar een brooddag. We hebben straks lekker knakworstjes gegeten en nu gaan we lekker gebakken ei eten. De kindjes eten scrambled eggs op brood met groentes en alles. Ik ga eventjes vertellen wat ze er allemaal in krijgen. Ik heb altijd groentes in de vriezer zitten, van die roerbakgroentes. Die gaan erin. Ik heb champignonnetjes, die gaan erin. Ik had nog wat kassenrib, dat gaat erin. En dan de eitjes. En dan dadelijk nog een beetje kaas voor de smaak. En dan doe ik de champignonnetjes bakken, daarna de groentjes erbij, vleesje erin, eitje erbij. En lekker goed los roeren, zodat ze wel lekker kunnen happen. En dan als het klaar is, ziet het er zo uit. Jullie hebben gezien wat voor een bord het was, hè? Wat? Dat hebben ze met z'n tweeën even helemaal kort gemaakt. Wat zou ze dan aan het doen zijn? Dit is er nog van over. Carla, wat ben je aan het doen? Die kunnen eten, als ze maar willen. Ja, nou heb ik wel een filmpje aangezet, omdat ik Sam tussendoor ook nog eventjes gauw heb. Maar ze hebben goed gegeten. Grote mannen van me. Hebben jullie goed gedaan, hè?
Goed, de mannen lekker gegeten, hè? En nou hebben we Toetie. Hallo Jordi, dit vind jij wel lekker, hoor. Dit vind je wel lekker. Deze grote man heeft zijn tandjes al gepoetst. En net een beetje fles gehad. Proberen we zo nog even een beetje meer te doen. Hij had even genoeg gehad, maar hij had ook zoveel gegeten en gedronken, hè? Had jij heel veel gedaan? Ja, dat is jouw konijntje. Dat is jouw knuffeltje, hè? Ja, dat is jouw knuffeltje. En waar is jouw Boomba dan? Hier is ook jouw Boomba. Dat is ook jouw knuffel, hè? Dat is ook jouw Boomba. Ja, allebei zijn jouw knuffeltjes, hè? Zijn ze allebei. Die twee anderen liggen al te slapen. Maar ik heb er hier eentje die helemaal gek wordt. Hij wil niks. Wat is hij nou? Hij wil niet tutteren, hij wil helemaal niks. Ik heb hem al geholpen met poepen. Hij heeft gepoept hoor, maar... Dat is... Nou, hij heeft eindelijk zijn tut geaccepteerd en we hebben een standje gevonden die hij fijn vindt liggen. Ik had ook al met hem rondgelopen, ik had alles al gedaan, maar... Heel niks. Gelukkig is Niels onderweg naar huis. Ja, zoals jullie horen is Sam nog steeds bezig. Hoe was de cursus? Ja, dat was goed. Ja? Maar je krijgt veel informatie in een warm lokaal. Ja, dan word je moe van. Stik je aan. Ja, over moe zijn gesproken. Wij gaan deze upside-down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.